Tijdens het jubileum van de 10e fysieke missie zal er nader worden gekeken hoe de toekomst van klinische genetica en kinderneurologie er voor Suriname uitziet. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid gaf gisteren bij de opening van het symposium aan dat hij onder de indruk is van het behaalde resultaat in de afgelopen 10 jaren. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid er ook stappen gezet worden richting het, laten we zeggen, incorporeren, dan wel het inzien, het belang kunnen inzien van moeten wij inderdaad als Surinaamse staat, als Surinaams ministerie, deze nieuwe, tussen aanhalingstekens, die nog voor vele doktoren onbekend is, de onbekend terrein is misschien, ook voor het ministerie misschien, om te gaan kijken hoe wij deze zorg, niet meer diagnostiek, kunnen gaan incorporeren in bestaande zorgfinancieringspakketten en andere zaken. En dat stemt mij goed om, want zodra ik dan hier onderweg was, heb ik een gesprek gevoerd met de medisch directeur van het staatsziekenfonds. En dat is het belangrijkste zorgverzekeringsinstituut in Suriname, die mij heeft kunnen aangeven dat in ieder geval in oktober afgelopen jaar er een goed gesprek is geweest tussen het staatsziekenfonds en de doktoren. Volgens Ramadien zijn er in Suriname op diagnostisch niveau stappen vooruitgezet. Voor onderzoeken die niet in ons land gedaan kunnen worden, komt er ondersteuning vanuit het Medisch Centrum Groningen. En dan komt natuurlijk de vraag, hoe ga je om met dat deel dat in Nederland moet gebeuren? En dan kan ik ook gelijk aangeven dat wij hebben vernomen van de geneeskundige commissie die gaat over het beoordelen van het wel of niet zinvol zijn van een uitzending van een patiënt of van het materiaal. Dat in ieder geval, mede door de inspanningen van het ziekenhuis Groningen, waar ook al een behoorlijke korting is gegeven op het tarief, dus daar zijn we u zeer erkentelijk voor. We horen van kortingen in Suriname, denk ik, niet alleen in Suriname, overal. Maar dat wij hebben begrepen dat de geneeskundige commissie goedkeuring heeft gegeven om materiaal op te sturen voor onderzoek in Nederland. Dat betekent, en dan komt die aan het andere gedeelte, dat administratief er goedkeuring is over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid voor een selecte groep. De missies worden steeds groter. Er worden nu ook consultaties gehouden op de kinderpolies in het Diakonessenhuis, Sint Vincentius Ziekenhuis en het Slans Hospitaal. In de afgelopen 10 jaren zijn er ruim 600 patiënten behandeld.